vandaag ga ik de uien rooien. En bij het rooien van uien zijn er een paar dingen waar ik rekening mee houd. Dat is 1 het weer en 2 vooral dat ik de knollen en het loof niet te veel beschadig. Uien is een gewas die je lang kunt bewaren, maar wil je ook lang kunnen bewaren, dan moet je zorgen dat er geen schimmels in komen. En dat is eigenlijk het eerste aandachtspunt bij het rooien van de uien. Het weer, hè, nat weer, is schimmelgevoelig weer. Dus zorg dat je de uien pas rooit op het moment dat de bodem, dus de grond waar ze op staan, redelijk droog is. En dat het ook droog weer is, zodat ze makkelijk kunnen aandrogen. Hoe sneller de ui droogt, hoe minder vatbaar deze weer is voor de schimmels. Daarnaast is het ook belangrijk dat als je ze rooit, hè, je kunt de uien al rooien als er nog iets loof aan zit. Of je kunt ze helemaal af laten sterven en dan pas rooien. Als er nog iets loof aan zit, is het belangrijk dat je het loof niet te veel beschadigt. En datzelfde geldt eigenlijk voor de knol ook. Want elk puntje wat je beschadigt, is weer een plek waar de schimmel kan groeien. Dus zorg daarvoor dat je in ieder geval de knol zoveel mogelijk met zorg zeg maar, uit de grond haalt. Nou, en als je dat doet en je droogt ze goed aan, nou, dan kun je echt een ui tot zeker een half jaar en misschien wel langer, tenminste mij lukt het vaak nog wel langer, bewaren en goed houden. En dat is natuurlijk ideaal. Je ziet hier, de uien zijn zo goed als afgestorven, enkele hebben nog een beetje loof. Dus daar ga ik zo voorzichtig mogelijk mee om, zodat ik ze straks goed kan bewaren. Ik trek de ui uit de grond, ik poets hem iets af. En dan leg ik hem apart. En dat doe ik eigenlijk voor allemaal. Kijk, en deze zie je bijvoorbeeld, hè, daar is het loof echt al goed afgestorven. En als je dan zo bezig bent met de ui en je poetst even dat zand eraf, dan kun je dus ook meteen even voelen en controleren of die ui helemaal gezond is. Het kan zijn hè, dat je bijvoorbeeld op bepaalde punten al wat papperig voelt en zo, dan weet je dat hij al eigenlijk een schimmel in zich heeft. Kijk, dit is een goed voorbeeld. Deze ui die rooide ik net en daar zag ik al meteen dat daar wat schimmels op zaten. Dus als ik voel, dan voelen die flappen voelen ook, of die vellen zeg maar, die voelen ook week en slap. En dat kun je ook zien van binnen. Dat het niet heel erg goed eruit ziet. Dus deze die leg ik apart en dan ga ik straks eens even kijken wat ik ermee ga doen. Nou, de uien leg ik mooi op straat neer zodat ze kunnen aandrogen. De straat is natuurlijk zelf ook al aardig warm, dus dan droogt het alleen maar harder. Dat is alleen maar beter. Kijk, en dan zie je dat de ui die ik er straks gerooid had, die niet zo heel goed meer was. Als je daar de buitenste vellen van afhaalt, die dus al een beetje aangetast en papperig zijn. Nou, dan zie je dat de binnenkant eigenlijk nog best wel mooi is. En een andere manier om de uien te drogen is bij elkaar te vlechten en op te hangen, zoals ik met deze al gedaan heb. Die heb ik eerder gerooid en onder de overkapping droog weggehangen.